zegt Jersey Boys, wat zeg jij dan? Leuke liedjes, leuke muziek, leuke jongens. Dansen, meeswingen en gewoon lekker meedoen. Ja, ik denk aan New York, gek genoeg. New Jersey. Maar het grappige is dat Frankie, Valli, ja precies. Het is natuurlijk een beetje voor mijn tijd nog. Het zegt me natuurlijk niet zo heel veel. Dus als ik zeg Jersey Boys, dan relateer ik daar niet meteen aan. Jij bent bekend met nummers, begrijp ik? Ja, ik wist allemaal niet dat ze van hun waren. Maar ik ken ze allemaal van voor tot achter en achterstevoren slapend. Kan dat een reden hebben dat jij een baard hebt? Nou, het had een reden. We hebben een workshop gedaan over een voorstelling van Vincent van Gogh. En dat gaat over 2 jaar als goed is naar Nederland komen. En daar heb ik toen de tijd, of dus een paar weken terug, al Vincent van Gogh mogen spelen. Dus vandaar de baard. En hij gaat er over een paar weken weer af voor de kleine blonde dood. Ik zeg Jersey Boys, wat zeg jij dan? Begging you. Ja, al die bekende liedjes die je altijd wel ergens hebt horen langskomen, denk je van, jemig, dat is gewoon allemaal van de Jersey Boys. Sherry. Ja, en Oh What a Night. Maar ik vind het vooral heel leuk dat... En dat heb jij denk ik ook wel, dat je dan jongens ziet, behalve René, die hebben nog nooit hele grote hoofdrollen gespeeld. En dan gaan ze opeens in een hoofdrol. En dat vind ik dan, ik heb plaatsvervangende zenuwen altijd een beetje. Ik vind dat wel spannend. Elk nummer wat je hoort, denk je, oh ja, elke keer dat gevoel. En ook een romantisch gevoel. En dat je het mee kan zingen. En dat is gewoon heel fijn. Jersey Boys, waarom nu naar Nederland? Nou, dat heeft heel lang geduurd. Ik wilde dat altijd graag al. Na de première Broadway dacht ik, dit is echt zo goed, snel, mooi verteld. Het is echt een hoogwaardige productie. Maar het heeft lang geduurd om het oorspronkelijke team die het gemaakt heeft, die was niet vrij. Die gingen de hele wereld over. Dus normaal gesproken hebben wij al Nederland zijn we altijd vrij snel. Maar in dit geval duurde het wat langer. De keer dat het niet Engels is. De liedjes natuurlijk wel. En dat moet ook, want het gaat over die hits. Dus het zou raar zijn om die te vertalen. Maar de dialogen zijn allemaal in het Nederlands. En dat gaat heel goed. Nou, is het vaak zo dat zelfs bijvoorbeeld bij een show als Mamma Mia de nummers worden vertaald? En waarom is het ervoor gekozen om dat hier niet te doen? Omdat bij bijvoorbeeld Mamma Mia geven de liedjes die vertellen het verhaal. Maar dit verhaal gaat over de liedjes. Dus het is net omgekeerd. Het gaat over de eerste hit van de Four Seasons. Dus als je die dan vertaalt, dat is eigenlijk raar. Riding high when I was king. Kom jij nog voor iemand in het bijzonder? René, dit is natuurlijk echt. Die is eigenlijk een beetje begonnen met ons in Miss Saigon. En toen zat hij in het ensemble en kijk waar hij nou is. Zoveel rollen achter de kiezen en nou weer een hele leuke rol te pakken. Dus ik ga ook lekker van hem genieten vanavond. Ik kom voor speciaal voor Stefan de Kogel. En dat is een van de Jantjes. En ik heb helemaal meegemaakt toen hij auditie ging doen. En hij zo ontzettend gelukkig was dat hij aangenomen was. Ja, ik ken Robert al een tijdje en ik vind het zo leuk dat hij nu eindelijk echt zijn eigen hoofdrol te pakken heeft. En ik zag hem als Anton in Soldaat van Oranje en dit is iets totaal anders. Maar hij heeft zo'n mooie stem en hij kan zo goed spelen. Ik ga extra toitjes voor hem zeggen vandaag. Kom in het bijzonder voor René en voor Dieter. Dus dat zijn mijn 2 Jersey Boys. Maar gewoon sowieso vind ik het heel erg leuk. Maar ik kende het dus niet. En het grappige was, ik zei ook tegen hem, oh, ik ken ik helemaal niet. Ik ken die muziek ook niet. Toen ging die zingen dit en dat. Ik zei, oh ja, dat ken ik wel. En ken ik wel. Maar ik had geen idee. Maar het zit volgens mij alleen maar hits in die je stiekem echt alleen maar kent. Maar ik wist weer niet waar het over ging. Nou, ik denk dat wij de hele cast kennen, ongeveer de hele cast. Tim heb ik We Will Rock You meegedaan en Robert van den Berg en nou, noem maar op. Dus ik heb ze gisteren allemaal gemaild. Ik kom kijken en ik heb er hartstikke veel zin in.